Zoals beloofd zitten we hier op 23 december met de Duitsland Info video. Ik heb denk ik een week geleden een video online gezet waarin we gewoon even de Duitse folders door hebben genomen. De winkels die ik nu behandel zijn de Lidl, de Kaufland en de Aldi. Dat zijn eigenlijk de winkels die wij altijd bezoeken. Er zijn nog veel meer winkels zoals de Norma, Edeka en dat soort winkels. Je hebt natuurlijk Vuurwerk Duitsland nog waar wij ook naartoe gaan. Maar ik behandel eigenlijk in deze video echt specifiek de supermarkten. Omdat daar natuurlijk de meeste vraag naar is. Heel veel van jullie vroegen naar deze video, maar bij deze is die dus online. Nog even een aantal kleine dingetjes. Volg Pyro Team Delft even op Instagram, want wij gaan zeker live deze dagen. Ik denk morgen rond het avondeten, kerstavond en sowieso ook voordat we het vuurwerk gaan halen op de 27e. En als je ons volgt op Instagram, @PyroTeamDelft, dan blijf jij als eerste op de hoogte van wanneer die livestream zal zijn. Dus volg even zeker. Verder, hoeveel gaan wij halen in Duitsland? Dat hangt er altijd een beetje vanaf, moet je heel eerlijk zeggen. Ieder jaar halen we best wel veel, hele kofferbakken vol en weet ik veel wat. Maar ik vraag me af of ik dat dit jaar wel moet doen. We hebben natuurlijk bij Vuurwerk Duitsland besteld. Iedereen heeft die bestelvideo kunnen zien. En daardoor denk ik dat er gewoon niet genoeg plek is in de auto. We gaan met meerdere auto's, met meerdere mensen ook. Alleen ja, het is gewoon een beetje lastig van wat moeten we nu weer halen, weet je. Want wij hebben al die producten al zo'n beetje gezien. Verder, ik geef jullie deze tips. Dat is puur vanuit mijn perspectief. Ik ga al heel lang naar Duitsland toe, naar de supermarkten. Dit is eigenlijk het 10e jaar dus dat we gaan. Heb ik een aantal dingen gezien waarvan ik denk van oké, dat had beter gekund of dat had anders gekund. Mocht je snel klaar willen zijn, ga dan gewoon wat verder Duitsland in. Wij gaan meestal naar Emmerich. En ik krijg zoveel mensen die dan een reactie geven van waarom jullie zijn stom dat jullie naar Emmerich gaan. Daar is de drukste, dat is de drukste stad en zo. Alleen wij doen dat puur om mooie sfeershots te maken voor de video. We kunnen ook een stukje verder gaan. Maar ja, dan kan je het zo ophalen en ik vind die sfeer iets minder dan. Dus ik vind het gewoon mooi om iedereen te laten zien dat het super druk is. En daarom gaan we eigenlijk naar Emmerich. Dus dan is die opmerking ook al klaar voor dit jaar. Want ik heb dat zo vaak naar mijn hoofd gekregen. Ga dieper Duitsland in. Jongens, I know. Maar ik wil gewoon mooie shots opnemen voor jullie. Eerste Lidl even. En zoals je kan zien. Je ziet al gelijk de knalbombettes Double Flash. Nou, ik heb beloofd, we gaan ook even wat video's bekijken. Dit zijn de Thunder Kings die ik eigenlijk nog nooit heb weten te bemachtigen. Vooral in Emmerich. Altijd uitverkocht. Dus die gaan we ook even kijken. Zijn 4 euro voor 10 van die dingen. Zijn 4 euro. Zijn mooie Thunder Kingetjes. En Double Flash, de dubbel knal. Altijd de oude vertrouwde video. Zoals je kan zien, mooie tunnekingetjes. Alleen je moet geluk hebben om deze te kunnen bemachtigen. Even kijken, wat zien we hier nog meer? Ja, hier is een of andere party animal pakket. Die ga ik niet openen, want zo te zien zitten er allemaal kleine dingetjes in. Ik zou ook zeggen, dat heb ik ook in de vorige video uitgelegd. Let ook een beetje, mochten jullie een lijstje gaan samenstellen, let een beetje op de shots en de prijs. Dus mocht er een cake zijn van 15 euro... en hij heeft 200 shots, niet doen, want dat betekent dat het gewoon, meestal gewoon slecht is. Hier, 104 shots, voor 15 euro zal ik die voor de grap even laten zien, dan weten jullie precies wat ik bedoel. Kijk, dan heb je van die mimes, en ik vind het gewoon niet leuk voor die prijs. En ja, dan kom je snel maar in die 104 shots. Dus let een beetje op de prijs, mocht er een cake zijn van 15 euro en met 100 shots, doe het niet. Want dat effect krijg je dan. De Daredevil is wel een mooie. Die ga ik ook nemen. Die is nieuw bij de Lidl. 31 shots. Jullie zien het hier zo staan. En voor 15 euro weet je dan dat je gewoon een aantal mooie bursts ziet. Kijk, dit is echt een mooie. Hij is al op met crackling. En dan een mooie burst. Dit is een mooie cake, die staat ook op ons lijstje. Het nieuwe dit jaar. Ik vind het echt een mooie cake. Dus die gaan we zeker halen. En
En zoals ik al zei, linkjes staan ook in de beschrijving van deze video. Mochten jullie zelf ook deze video, mochten jullie zelf een lijstje willen zien of willen samenstellen. De Daredevil is dus nieuw, die staat zeker hoog op het lijstje. En zoals je dus dit jaar ook hebt, heb ik ook in de vorige video gezegd. Je kan dus al een aantal compounds kan je van tevoren bestellen. Volgens mij is morgen de laatste dag. En dan kan je ze ophalen bij de Lidl. Ik ben niet echt fan van de compounds in Duitsland. Dan kan je beter echt in Nederland gaan kijken. Maar het is dus wel mogelijk. Even kijken hoor. De Goldfinger is ook nieuw. 17 euro. En even kijken hoeveel shots. 21. Dus ja, dan weet je al ook een mooi ding. Ga ik zeker halen. Kijk, die staat zeker op het lijstje. Ik ga een beetje dit jaar voor de wat nieuwere dingen. Dus niet meer die Excalibur, Black Eyes en dat soort dingen. Ik denk dat ik die dit jaar wel laat liggen. Wat is dit dan? Sky Shots. Even kijken hoor. Vierdelig voor 4 euro. Nou, het zal wel een soort van Tunneking zijn of zo. Denk ik. Een soort single shot. Ook lach om erbij te hebben van Weco. Ik ga die zeker halen, denk ik. 4 euro. Mochten we de kans krijgen. Nou ja, zoals je kan zien, ook allemaal van die kleine pakketjes. Ook, je hebt ook pijlenpakketten. Ik zou die zeker zelf even doornemen, mochten jullie pijlen willen halen. In Nederland zijn de pijlen maximaal 20 gram gevuld. En in Duitsland is dat 10 gram. Dus dat wil zeggen, de pijlen zijn in Duitsland veel minder goed dan in Nederland. Alhoewel ze natuurlijk wel veel goedkoper zijn. Dus mocht je voor budgetpijlen willen, haal daar zeker een paar pakketten. Er zitten zeker mooie dingen bij, zoals de goldraketten. Die vind ik zelf heel mooi. Maar wil je echt voor de mooiere pijlen gaan, zou ik ze zeker gewoon in Nederland halen. Want dat is niet de moeite waard. De Alligator, de oude vertrouwde, iedereen weet het wel, 4 euro. Even duur als de Artis, zoals vorig jaar. Vorig jaar was natuurlijk de Artis 1 euro omhoog gegaan, waardoor ze dus nu even duur zijn. En daarom neig ik iets meer naar de Alligator dan naar de Artis, omdat hier dus Cracklin bij zit. Dus de Alligator halen we zeker wel weer een paar van. Ik kan het nooit laten om dat te laten liggen. Maar ja, voor 4 euro, mooie dingen, maar mooi voor een project bijvoorbeeld. De Elysium, nou, is ook een oude vertrouwde. Ik haal die niet dit jaar, want het zijn gewoon van die kleine Artisjes. En ik heb ze wel gezien nu. Nou, hier heb je bijvoorbeeld ook een mooi pakket. Nou, je kan hem altijd nemen. Maar ja, ik ben er niet zo wild van. Ook niet van deze compounds. Ze zijn best wel duur. Dan kan je beter voor een Black Eyes gaan. Dus mochten jullie bijvoorbeeld in jullie assortiment de Black Eyes nog nooit hebben gehad. Op jullie lijstje. Haal hem dan zeker, want het is echt een mooie cake. Vooral voor de mensen die andere jaren niet hebben gekeken naar onze video's. Black Eyes staat echt vaak in de compilatie. Maar dit jaar dus niet, denk ik. We hebben heel veel compound. Jullie hebben het kunnen zien, dus daarom eigenlijk niet. Nou, de Hellboy is wel een mooie. 4,44 euro. Ga ik even niet laten zien. Maar is wel de moeite waard om te halen. En ja, eigenlijk lijkt alles wel een beetje op elkaar, weet je, in Duitsland. Het verschilt niet heel erg van elkaar. Ja, die Dr. Jekyll en Mr. Hyde is ook een mooie. Daar heb ik ook heel veel reacties van gekregen van jullie. Van die moet je halen. Ja, ik weet niet of ik het ga doen. Maar ik kan wel even een videootje bekijken. Ja, is een mooi ding. Mooie knallen. Ja, kijk, eventueel kan ik hem wel halen. Maar het is een mooie budget cakejes zijn het. Dus voor jullie, als jullie niet heel veel te besteden hebben, kan je zulke cakejes halen. Ook de Beastmaster trouwens, die vergeet ik bijna. 13 euro vind ik ook een hele mooie. Wij laten ze wel liggen, denk ik.
Maar het kan altijd voorkomen dat jullie straks de collectievideo gaan zien volgende week en denken van, je had toch gezegd dat je geen Beastmaster zou halen of Black Eyes. En dan hebben we hem alsnog gehaald. Dus dat is wel mogelijk. Maar de Black Eyes, jongens, ik zou hem zeker halen, want hij is heel vaak uitverkocht. En ja, ik zou zeker als ik binnenkom gelijk Black Eyes aanvinken, want dat is een hele mooie. Verder, wat ik nog wel even wil mededelen is, het is natuurlijk legaal om in Duitsland je vuurwerk te halen. Alhoewel er wel een aantal regels aan vastzitten. Ten eerste moet er een Nederlandse tekst op zijn. En niet op alle producten staan Nederlandse teksten. Dus ja, let daar goed op. Bijvoorbeeld bij pijlenpakketten, daar staan heel vaak geen Nederlandse tekst op. En als je daardoor wordt aangehouden ergens bij de grens, dan ben je dus alles kwijt, omdat dat dus illegaal is. Verder mag je natuurlijk maar 25 kilo meenemen. Dus let daar ook op, daar zit je al heel snel aan. Ik weet het is echt een flutregel. Maar die 25 kilo moet je helaas wel aanhouden om binnen die regels te blijven. Dus let daar op. En in Duitsland zijn er natuurlijk heel veel pakketjes waar je ook strijkers kan kopen. Bijvoorbeeld zo'n pijlenpakketje, daar zitten dan strijkers in. En ja, ik hoor jullie al denken, strijkers, oh vet. Nou ja, die strijkers die stellen helemaal niks voor. Echt helemaal niks. Maar zijn dus wel illegaal omdat er een strijk op aan zit. Dus ja, als je die hebt en je wordt gepakt, ben je dus de sjaak. Dus let daarop, neem ze niet mee. Ze zijn echt niet de moeite waard. Hou het gewoon bij de rotjes van Duitsland of wat dan ook, als er maar een Nederlandse tekst op staat. Nou, verder zijn het natuurlijk een beetje de oude vertrouwde. Painted Sky hadden we vorig jaar. Vind ik echt een mooie. Heb ik ook laten zien in de video van vorige week. De Laserfontein, 3 euro. Daar komt een hele hoop knetter vanaf. Dit is volgens mij 3 minuten lang. Ik zeg je eerlijk, ik zou deze echt halen als ik jullie was. Misschien voor overdag of zo, of als het donker wordt. Want er komen een aantal flinke knetters vanaf. En ja, voor 3 euro vind ik het gewoon echt een topfontein. Ik ben geen fonteinenliefhebber, maar de laser is wel echt een mooi ding. Zo was het wel een beetje. Fonteinen hier, fonteinen daar, maar ja, ik denk niet dat ik ze ga halen. Hier heb je ook weer zo'n pakket. En zoals je ook in Nederland weet, haal die pakketten niet, jongens. Want die pakketten, daar word je mee opgelicht. Je betaalt 30 euro en er zit meer fontein in dan cakes. Nou, hier heb je de Lord of Whistle. Halen we ook ieder jaar 9 euro voor een geel cake. Vind ik gewoon een goede kwaliteit. Eigenlijk dezelfde prijs als in Nederland. Maar ja, ik haal hem eigenlijk altijd in Duitsland. Anders moet ik naar de intratuin of wat dan ook om die dingen te halen. En dan sta je weer lang in de rij. Dus daarom haal ik ze altijd hier. Voor een 10 uur project. Nou, hier heb je bijvoorbeeld Duitse knallers. Deze bijvoorbeeld, de Kracher Inferno. 150 delig, die mag dus niet in Nederland. Terwijl de rotjes gewoon misschien nog wel minder zijn dan in Nederland. Dus ik zou hem niet halen, want dan ben je dus strafbaar. Hetzelfde geldt voor de Weco kubische kanonslagen. Die mogen ook niet. En geloof me, het is niet de moeite waard. Nou, dit is de Kaufland. Ik ben wel fan van die dingen. Alleen bij de Kaufland is het altijd super chaos qua mensen die pakken en weet ik veel wat over elkaar heen. Vooral voor de Bloody Mary. Ze komen meestal daar naartoe. Dan zetten ze een karton neer en iedereen duikt erop. En het karton is gewoon binnen 10 seconden leeg. Vooral voor deze jonge kerel, de Bloody Mary. Ik laat wel even een video zien als ze hier een video hebben. 4 euro. Ik ben fan van deze. Ik weet ook dat ze in Nederland ook deze verkopen bij een aantal dealers. Maar kijk, het is gewoon echt een mooie. Nou, ik ben ook niet zo heel erg thuis in de producten van de Kaufland. Dus mochten jullie tips hebben voor mij, laat het weten in de reacties. Van die moet je echt halen. Dit is bijvoorbeeld zo'n oude vertrouwde pijlenpakket uit Duitsland. Dan zit er hier zo'n haakje aan en dan neem je hem zo als een koffer mee. Ja, je kan hem halen, maar ja, het neemt alleen maar kilo's in beslag natuurlijk. Wat zie ik hier nog meer? Ja, het is een beetje allemaal van hetzelfde. Je hebt een brandblusser voor 20 euro, die hopen we niet nodig te hebben. Maar dat terzijde. Kijk, het lijkt wel allemaal een beetje op elkaar. Ook dit soort grote Romeinse kaarsen en dan heb je een budgetcake van 4, 5 euro. Alle winkels lijken wat dat betreft best wel op elkaar. Hier heb je de China Buller Day. Nou, die is ook wel heel erg bekend. De knalbonbons, nou, die heb je ook bij de Kaufland ieder jaar.
Zo te zien heb je geen Gorilla Attack meer. Dat is wel jammer, want die waren wel echt goed. Misschien een omlabeling van die daarboven, maar lijkt me niet. Ja, bij de Kaufland, jongens, gaan we gewoon naar binnen en dan zetten ze dus daar een doos neer en duikt iedereen erop. Ja, meestal koop ik gewoon een beetje freestylend daar wat. Dus meestal ben ik dan al bij de Lidl en de Aldi geweest. En dan ga ik de Kaufland in en dan zie ik bijvoorbeeld een cake van 6, 7 euro of 15 euro max. En dan zie ik dat er weinig shots in zitten, haal ik hem gewoon. Gewoon als erbij. Maar het is niet echt bij de Kaufland dat ik los van de Bloody Mary echt iets moet hebben. Daarvoor ga ik echt eerder naar de Lidl. De Aldi ben ik wel een beetje op uitgekeken. Maar ja, toch komen we daar ieder jaar weer terug voor de Artis natuurlijk. Dus we nemen gelijk even de site van de Aldi ook mee. Linkjes staan in de beschrijving, jongens. Dus mochten jullie je eigen lijstje willen samenstellen, kan dat. Hier zie je bijvoorbeeld de Few Gluck pijlen. Ja, een soort van goldraketten, maar dan van de Aldi. Ik denk dat ik daar wel een pakketje van meeneem. We hebben natuurlijk een leuk pijlenrek en ja, die komen daar goed van pas. 9 euro voor 6 van die pijlen. Ja, dat zijn wel goede pijlen, denk ik. Een van de betere vandaar. Nou, hier heb je een aantal compounds. Wel goedkoper dan in Nederland zo te zien, maar ja, ik vind het niet de moeite waard als ik heel eerlijk ben. Ik zou ze niet doen. Je hebt de Swords of Fire. Die vond ik wel goed. Maar ik laat hem wel liggen dit jaar. Excalibur heb ik ook al gezegd. Hebben we heel vaak gehad. En zitten ook veel mines bij. De Wolfblood. 10 euro. 16 shots. En deze is eigenlijk een upgrade van de Artis, vind ik. En ja, die kan je eventueel wel nemen. Nou, hier heb je bijvoorbeeld ook zo'n geel ding. Daarnet zagen we de Lord of Whistle. 9 euro. En hier heb je de Screaming Grizzly. Volgens mij is die gewoon hetzelfde. Maar dan bij de Aldi. Dus kijk, en hier komt de oude vertrouwde, Artis. Ja, ik hoef daar geen woorden aan vuil te maken. Dit is gewoon qua budget cakeje is dit gewoon een hele goeie voor 4 euro. Wij halen meestal een karton. In een karton zitten er 12, dus dat wil zeggen voor 48 euro heb je een karton. En ja, dan heb je dus een aantal leuke cakejes om te stoken. Mocht je niet een heel groot budget hebben. Even kijken, kijk, dit soort pijlen die hebben ze echt al, ik denk wel 9 of 10 jaar. De Camelot, de Lancelot, Avalon hebben ze echt al jaren. En ieder jaar haal ik hem toch weer. Maar blijft hij gewoon liggen. Want jullie hebben ook de overgebleven collectie kunnen zien. We hadden volgens mij nog een paar goldraketten over. De Duitse pijlen zijn dus niet heel erg de moeite waard, wat ik al zei. En hier ook weer zo'n Big Bang pakket. Hetzelfde als wat we er net zagen, zo'n knalpakket. Ik vind het niet echt de moeite waard, moet ik zeggen. Kubische kanonslagen. Hier wel een euro duurder, goedkoper dan bij de Lidl. Maar ja, ze zijn illegaal. Dus ja, je bent eventueel strafbaar mee. Dus kijk daarmee uit. En zo komen we eigenlijk al bij de drie sites waar wij altijd heen gaan. Bij de drie winkels. Volgende week, de 28e, gaan we daar naartoe. Meestal gaan wij om een uurtje of 4 uur 's nachts. Heel vroeg en dan zijn we daar rond 5:30. En ja, dan weten we zeker dat we een van de eerste zijn die daar zijn. Samen met heel veel andere mensen. Jullie weten al die video's natuurlijk. Die video kunnen jullie ook kijken van vorig jaar. Is misschien wel een aanrader. Om een beetje in de stemming te komen natuurlijk. Maar ja, je hoeft niet zo vroeg te gaan. Als ik jullie daar een tip in kan geven. Ga je bijvoorbeeld de 30e. 'S middags, dan zal je ook nog genoeg hebben. Want er komen meerdere leveringen per dag. Ook de 28e, dus mocht je wel willen uitslapen en denken van, nou ja, ik ga 2 uur 's middags erheen. Geloof me, je kan het meeste gewoon nog krijgen. En mochten ze iets niet hebben, dan kan je daar wachten totdat er een nieuwe levering komt. Want die komt volgens mij ieder uur. Ik heb er super veel zin in. De tijd komt er weer aan. Morgen of overmorgen is het alweer kerst. En jongens, ik zeg het altijd, maar vergeet niet te genieten in deze tijd. Want voor je het weet is het voorbij. Over anderhalve week is het gewoon weer voorbij en dan begint school weer, werk weer en dan kunnen we weer heel het jaar door aftellen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet die like omhoog te doen. Ik zeg dat eigenlijk nooit, maar dan blijf je als eerste op de hoogte van de uploads. En geloof me, de komende dagen gaan er veel goede uploads komen. Dus klik even op het belletje op ons kanaal, dan krijg je een melding wanneer we weer iets hebben geüpload. Ik zie jullie weer bij de volgende video, morgen om 12 uur.